En Midas Dekkers is er ook. Hij is bioloog en we praten met hem over de klimaatconferentie die vandaag is begonnen in Kopenhagen. En laten we dat doen met dit aandoenlijke beeld. This female bear has been underground in her den the whole winter. She toboggans down the slope. Perhaps it's just to clean up her fur. But it looks like sheer joy. She hasn't been alone down there. Her cubs were born underground. Ja, die ijsbeer staat een beetje symbool als het gaat over de opwarming van de aarde. Het is een groot slachtoffer, kennelijk. Is dat echt een slachtoffer eigenlijk, de ijsbeer? Nou ja, van zo'n filmpje schiet mij de melk ook in de tieten natuurlijk. Zo, de mythes, dat is geen half werk. Nou ja, maar die ze leven nog. Nee, maar we moeten natuurlijk de zaak wel goed bekijken. Ten eerste, als er één dier vanwege deze klimaatcrisis niet uitsterft, dan is het de ijsbeer wel, want die is inmiddels heilig verklaard. En dan moeten ze ijskasten voor hem timmeren. Hij moet en hij zal overleven. En wat natuurlijk ook een beetje het geval is, mag je eigenlijk niet zeggen, maar kijk, die ijsbeer is natuurlijk ook een beetje een sukkel dat hij daar op die pool zit. Hè? Want ooit in de evolutie was de ijsbeer een echte beer. En die is toen door de andere beren, die net iets sterker en slimmer waren dan hij, is die naar de Noordpool verhuisd. Want hij zit daar niet voor zijn lol. Het is niet zo dat ze in Arctis speciaal voor de ijsberen blokken ijs aan laten rukken van dat zal hij wel lekker vinden. Nee, hij zou veel liever ook gewoon hier zitten. Hij was verbannen. Nou, hij heeft het gewoon niet zo ontzettend goed gedaan in de ijsberen. En sindsdien, nou, die eenmaal op de pool zit, ja, sindsdien heeft hij zich verschrikkelijk goed aangepast aan het poolleven en kan hij daar veel beter overleven dan een andere beer dat zou kunnen. Maar feit blijft, als bijvoorbeeld de temperatuur stijgt en al het ijs dat smelt en die ijsbeer die zakt daar doorheen, dan is het met die ijsbeer afgelopen. Waren het niet dat al die natuurbeschermingsorganisaties met die ijskasten klaarstaan. Mm-hmm. Terwijl de andere beren, die hebben altijd nog een stukje naar het noorden om nog te vliegen. Naarmate de aarde warmer wordt, is het niet zo dat alle beesten uitsterven. Maar is het vooral zo dat de beesten uit onze streken, zou ik maar zeggen, iets meer naar het noorden gaan. En zo schuiven ze allemaal een stukje op. Maar ja, die sukkel die helemaal bovenaan zit, ja, die heeft pech. Zijn er eigenlijk dieren waarvan wij denken, ik zou het wel fijn vinden als ze zouden verdwijnen? Nou, die kleine keffertjes waar die rijke dames in hun bontjassen aan de rivière mee lopen met zo'n strikje, die helemaal trillen van het doorfokken, die mogen voor mij wel weg. Maar heeft u nou een hekel aan die rijke dametjes? Of nee, aan die hondjes, want die vind ik ook zo zielig. En die krijg ik zo raar te eten, bonbons en reebiefstukjes. Krijgen ze dat daar te eten in Zuid-Frankrijk? Ja, dat weet ik wel zeker, want die hebben hele speciale diëten en dekentjes. En, volgens mij niet alleen ja. Zuid-Frankrijk, toch? Nee, maar in West-Frankrijk ook? Vast wel. Je hebt ook welke dieren zouden we van u mogen verdwijnen? Nou, ik zou in ieder geval niet willen dat de pinguïn verdwijnt. En volgens mij is die ook bedreigd. De bestelling is genoteerd. Ja, dus dat wilde ik in ieder geval willen. Is de pinguïn ook bedreigd, Midas? Ja, dat loopt natuurlijk ook slecht met ze af. En die zijn ook vreselijk. Laten we ook even vaststellen dat de pinguïn natuurlijk een volslagen belachelijke vogel is. Kan niet vliegen. Ja, en we houden ook zo van hem, omdat hij gehandicapt is. Nou ja, althans op een ober lijkt. Ja. En, is dat ook de reden dat u voor de pinguïn opkomt? Nee, ik vind hem wel schattig. En het arme beest moet natuurlijk, we kennen allemaal die films van die keizerpinguïns vooral, hè. Die moeten dan gaan ze paren en dan gaan ze daar een ei leggen. En dan moeten ze, ik weet ook niet precies hoe het zit hoor, dan moeten ze 100 kilometer moeten ze lopen of zo naar zee om visjes op te duiken. Dan moeten ze weer helemaal mee terug en dan lossen ze elkaar af. En ontzettend afzien dat je inderdaad denkt van nou, als er wat minder ijs zou zijn, zouden ze misschien wat minder ver hoeven te lopen. Rick van de Ploeg, welk dier zou van jou mogen verdwijnen? Geen enkel dier. Waar ik bang voor ben, is dat klimaat, dat verandert zo snel. Dat die arme beesten, of het nou vogels, zoogdieren of insecten zijn, zich amper niet snel genoeg kunnen aanpassen, niet snel genoeg kunnen evolueren. Dat ze het klimaat niet kunnen bijhouden. Dat is eigenlijk het grote gevaar. Want ik heb eigenlijk
best wel vertrouwen dat de dierenwereld zich kan aanpassen via het normale proces van evolutie. Maar als het klimaat zo snel verandert. In de uitkomst, nee. Ik ben heel, voor allerlei redenen ben ik erg somber over Kopenhagen. Vooral wat betreft ontwikkelingslanden. Wij hebben de rotzooi veroorzaakt. Gros van de klappen komt bij de hete landen terecht, wat toevallig ook de ontwikkelingslanden zijn. Dan maak ik me over overstromingen, orkanen, droogtes, armoede, voedselproblemen, oorlogen die daar vervolgens uit voortkomen. Het zit allemaal in dat deel van de wereld. En wij hebben daar eigenlijk ook een morele plicht om proberen succes te boeken in Kopenhagen. Ik zie dat maar in beperkte mate gebeuren. Goed, laten we even teruggaan naar de dieren, Midas. Wie kunnen we tot de losers beschouwen en wie kunnen we tot de winnaars rekenen? Nou, er zijn twee soorten losers. Dat zijn de beesten die zich te veel gespecialiseerd hebben. En dat zijn de beesten die op een te klein stukje gebied leven. Dus het voorbeeld van een specialist. De giraf bijvoorbeeld. Nee, dus de giraf, die wordt altijd in natuurfilms wordt die ogenblikkelijk vertoond. Hè, als zijn het toonbeeld van natuurlijke gratie. Omdat hij altijd met die nekken zo prachtig heen en weer zwiept. Maar waarom doet hij dat? Dat doet hij omdat die nekken eigenlijk te lang zijn. Als zo'n giraf één poot vooruit zet, dan dreigt hij om te donderen. Tenzij die nek als tegengewicht de andere kant uit. En waarom doet hij dat? Omdat die giraf die wil zo nodig de blaadjes aan de hoogste takken van de bomen nog te pakken kunnen krijgen, waar een ander niet bij kan. Nou, en dat doet hij fantastisch. Dat is ook heel mooi. Dus die giraf is helemaal gespecialiseerd op die savanne. Met dat grote lijf kan hij op die vlakte kan hij uit de weg. En met die lange nek kan hij bij de blaadjes. Maar owee, als er ook maar iets gebeurt, als die blaadjes iets hoger komen te hangen, een nog langere nek, dat gaat niet. En dat dreigt nu? Nou, er dreigen dingen te veranderen. Hè. De klimaat is de belangrijkste factor die er bestaat voor planten en voor dieren. Dus als er iets aan het klimaat verandert, verandert er per definitie ook heel veel aan die planten en die dieren. En vooral dieren die afhankelijk zijn van een andere plant. Ja, die zijn de. Dus als die giraf nou verstandig was geweest, had hij zich nooit gespecialiseerd, was hij gewoon een aapje gebleven, had hij gewoon die boom in kunnen klimmen. Hoe hoog. Er is een fase geweest dat de giraf een aap was? Nee, dat niet. Er is een fase geweest die gewoon een vierpotig dier was. En waarin hij de keuze had: of ik blijf klein en ik klim de bomen in, of ik word groot en ik krijg een hele lange nek. En dan kom ik er ook. Verkeerde keuze gemaakt? Nee, zolang de savannes bestaan, is het de beste keuze die er is. Ja. Er is geen betere giraf dan een giraf op de savanne. Zou nog eens een dier doornemen waarvan je zegt, nou, die krijgt het moeilijk de komende jaren? Nou, dus, heb je tijd? Ja, we hebben de tijd. zeeschildpadden bijvoorbeeld. Want? Nou, die hebben natuurlijk ook een hele rare levenswijze. Dat zijn natuurlijk eigenlijk zijn dat landdieren. En dus die eieren moeten gewoon op land gelegd worden. Maar die dag kan mij wat schelen. Ik ga lekker in zee zwemmen. Dat alle ruimte, veel te eten en zo. Maar die moeten om hun eieren te leggen, moeten ze toch nog eventjes aan land komen. En die schildpaddenstrandjes, ja, daar zijn er steeds minder van. Als het klimaat gaat veranderen, lopen die strandjes onder water. Voor zover ze al niet onder de toeristen liggen. En dan is er ook toch een probleem dat als die strandjes te warm worden, worden die eieren te warm. En uit te warme eieren komen, vraag me niet waarom, te weinig mannetjes. En bij te weinig mannetjes is het ook met die schildpadden af. Gaat zo'n schildpad dan ook het noorden in, denk je? Nou ja, voor een zeebeest is dat natuurlijk heel lastig. Want de oceaan heeft veel minder temperatuurverschillen dan we hebben. Bij ons kun je natuurlijk, als je op het land leeft en je wilt bijvoorbeeld de koude opzoeken, dan hoef je niet per se naar het noorden. Maar dan kun je ook de bergen in. 100 meter de bergen in is net zo mooi als, weet ik veel, 100 kilometer naar het noorden. Dan heb je nog een keuze.